Basic Fit, KPN en Fox Sports, partners van de Eredivisie. Welkom dames en heren bij de Eredivisie. Speelronde 4 zijn we aanbeland in Pool C. Mm-hmm. Met Feyenoord en Willem II. Dat rijmt. Holla die jees. We hebben hier 5 team of the, of 6 team of the years en 5 icons. Dit is het team van Willem II. Ja, de teams lijken een beetje op elkaar natuurlijk. Er is beschikking tot alle spelers die uit zijn. Vrijwel alle spelers. Mm-hmm. Degene die elke keer zit te knikken, dat is Frank Slotta. Hey. Hey, zijn we weer. Zijn we weer. Zin wat in. Wat verwacht jij van deze wedstrijd, jongen? Ik verwacht een getergd Willem II. Oké. Okay. Ik verwacht een enthousiast Feyenoord. Oké. Okay. Want ik heb toevallig Feyenoord in de vorige speelronde. Ja, en dat was tegen Fortuna. Toevallig was ik er ook bij. Ja. Ja, oh ja, daar waren we natuurlijk samen bij. Precies, zo'n legendarische tweede stad dat je dan nog eens bijgebleven. Dat ik daar natuurlijk ook bij was. Maar dat was natuurlijk tegen Fortuna. En toen zagen we een hele goede Jay Daalhuizen. Wel in de tweede helft. Of tweede leg, inderdaad. Ja, in de eerste leg die was een beetje, misschien wat zenuwen die klem zaten in de eerste leg. Misschien. Maar in ieder geval, hij is nu warm. En als ik me niet vergis, was het ook Firis Ital die het onderspit moest delven tegen Nick Den Hamer. Zeker. Maar dat is wat ik mij in gedachten hou. En Firi, wat verwachten we daarvan? Ja, dat is dus een beetje de vraag. Want Firi, die heeft er nog steeds 0 punten na 3 speelrondes. En dat is wel een beetje karig natuurlijk. Sterker nog, dat is heel weinig. Sterker nog, als hij dit niet wint, dan is hij klaar. Lieve mensen. Als hij dit niet wint, is het wel klaar. Is klaar over. Is het weg gone loose. Yes. Maar het is Feyenoord die het initiatief neemt. Killer J. Ja. Ja, want hij speelt natuurlijk nog wel voor de eerste 2 plekken. Aangezien Groningen op 9 punten staat. En Fortuna op 6, geloof ik. Ja, klopt. Mijn Fortuna op 6. Kennis erbij halen. Klopt. Dus dat is een beetje het ding. Goeie actie. Fortuna dus verloren is natuurlijk van Feyenoord. Ik moet zeggen dat het me wel enigszins verbaast dat Firi 0 punten heeft. Ja. Want is dat werkelijk wel een hele goede speler? Ja, toch, maar dat zegt ook genoeg over die pool. De pool inderdaad. Dit is wel echt de killer pool. Killer J. 4 top 100 spelers, zoals gezegd. Ja, echt. Dus ja, dat is wel een aardige pool alleen al. Zo knap. En natuurlijk niet vergeten Menno. En vergeten. Die net natuurlijk tegen die top 100 aan zit. Ja. Menno, het is ook wel leuk dat Menno en Willem II dan. Firi en Menno dan strijden om die onderste plek. Om daar vanaf te komen, eigenlijk, tot nu toe. Want dat zijn natuurlijk ook de grootste rivalen van elkaar met Breda en Tilburg. Inderdaad. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich ontwikkelt. En hoe Menno zich dan met de Rosheuvel nog een paar keer kan scoren tegen Willem II. En maar dat is voor later hoor. Yeah. Oh, wat een kopbal! Dat doet het ook niet mee. Goed zeggen. En dan nog druk leggen. En dan is het 1-0 voor Firi. Hartstikke goede goal. Wel een klein beetje geluk. Je ziet Jay al een beetje neeschudden. Maar uiteindelijk is het nog niks aan de hand. Want het is maar de 16e minuut. We hebben wel een lekker goaltje. Maar uiteindelijk is het nog maar 1-0. En het kan nog alle kanten op. Of niet, Bas? Precies. En ondertussen, dames en heren, we moeten toch even mededelen. Yes. Hey, Frank Slotta de 50.000 abonnees aangetekend op dit moment. Heel blij mee. Gefeliciteerd, jongen. Dank allemaal voor het abonneren. Je komt er wel, jongen. Ja. Dat is allemaal goed, jongen. Yes. We gaan gewoon door met de wedstrijd van Feyenoord. Dat en dan, Jay wil natuurlijk dit gewoon heel snel goed maken. Hij wil heel snel die treffer maken. En dat doet hij hier zo. Nee, toch niet. Jawel, Ronaldo aan de bal. Oh mijn god. Ja. Ja, en Firi heeft precies dezelfde reactie als Jay had bij de 1-0 van Firi. En er staat nu 1-1 en het zijn 2 kutgoals. En wat het wel betreft is het gewoon gekkigheid, toch? Het is gekkigheid. Het is gewoon gekkigheid. Maar chill. In ieder geval wel lekker wat doelpuntjes al in de eerste 20 minuten. Ja. Dat is altijd lekker. Gaan Firi weer? Neymar? Neymars. Gullit. Vieira. Vieran. Gullit. Marcelo. Neymar. Ronaldo. Ja, het is toch wel een beetje het afwachten nu. Het is rustig opbouwen. Jay zoekt de aanval. Heeft zijn geduld uiteraard. Neymar kan ingespeeld worden. Terugleggen op Gullit waarschijnlijk. Nee, Ronaldo gaat diep. Dat zijn die looplijnen van Ronaldo. Die zijn zo ongelooflijk overpowered.
Neymar weer diep. Hij probeert het toch. Jay zoekt wel gewoon het aanvallen. Hij gaat niet per se extra rondspelen. Wilt gewoon die bal vooruit spelen. En dat kan ik hem ook wel bewonderen. Maar helaas loopt het nu verkeerd af. Zijn moed wordt niet beloond wat dat betreft. En hier gaan we dan met Ronaldo Lima. Mbappé. Kan hij dan een mooie croquette aan. Neymar aan de linkerkant helemaal vrij. Gullet dan nog in het midden. Gaat hij dan naar buiten. Oh, en hij probeert dan nog van die hoek te schieten. Wat best wel opvallend is. Maar het is natuurlijk Team of the Year Neymar. En die kan van alle hoeken natuurlijk van scoren. Moet ik Team of the Year of Totti zeggen, Bas? Nou, als je dan dat zegt, dan laatst zou ik Totti zeggen. Totti. Dan maak ik het nog erger. Maar ik zeg Team of the Year. Nou ja, in feite leuk. Ja, nee, ik snap dat je het zo uitspreekt. Maar Totti is een oud prof. Een hele grote speler van AS Roma. Francesco Totti, ik vind, die speech die hij gaf toen hij met zijn afscheid. Ja. Beste speech die ik ooit heb gezien. Dat is niet waar. Maar ik vond hem wel echt heel erg... Maar wel een eindbaas. Ja, wel echt heel ziek. Zijn limited editie schoenen. Rauw heeft hij ook trouwens. Zijn limited editie schoenen? Ja, hij heeft gouden Nike Tiempo's. Sick hoor. Natuurlijk de Tiempo die... Alle Lima. In de loop der jaren... Oh, hier, door een virische tal. Gaat hij dan scoren? Oh. Nee, wordt van de lijn gehaald. Net iets voor de lijn. Hartstikke knappe redding. En gaat hij de avond dan nog door? Nee, Jay kan overnemen. Als ik een leuke side-info wil geven, dan komen er in één keer aanvallers. Misschien moet ik vaker side-info proberen. Goed zo, gaan we verder met dat verhaal inderdaad. Nou ja, kijk, kans. Totti die in de loop der jaren eigenlijk alleen maar op Tiempo speelde. Nike Tiempo's. Mm-hmm. In de beginjaren van Nike Tiempo hadden de Nike Tiempo's altijd een flap over de veters. Klopt, heb ik zelf ook gedragen. Een tong. En dat ging in de loop der jaren... Weg. Sinds Nike mijn nieuwe model al ging dat weg, maar... Totti was zo'n grote speler bij Nike, ook zo'n grote persoonlijkheid, dat hij customized Tiempo's had met dus dat nieuwe model, maar wel met een flap erbij. Die hadden ze dus gemaakt. Sick. En eindstand werd er dus ook een limited editie uitgebracht, goud met zwart. Er waren voor mij, als ik me niet vergis, 5000 paren van. En Raoul heeft daar één paar van en ik ook. Sick. Dus dat is dus een mooi leuke signing. Mooi. Natuurlijk de legend Totti wie die is. En hier hebben we nog een aanval van Jay. Het is nog steeds een tikken rond de 16. Uiteindelijk Mbappé. Gaat hij de bal voorgeven? Nee. Nee. Het is wel een corner. Corner. Vier is de rust hetzelfde, net zoals Jay. Wat gaat hij doen? Gaat hij de bal weer kort nemen? Of gaat hij toch iemand sturen? Virgil van Dijk gaat aanstalten maken. Werd geblokt? Nee. Het is toch Edwin van der Sar die de bal op kan rapen. Heel goed. Heb je goed gezegd. Dan gaan we richting de rust. Het is al bijna de 45e minuut. Ja, voor Ronaldo. Ja, boven, hier is nu heel veel ruimte. Ronaldo Lima, kan hij bereikt worden in het midden? Voorzetje misschien? Nou nee, denk ik niet. Buitenom. Hij wacht nog even. En uiteindelijk wordt hij heel goed verdedigd door Feyenoord. Maar uiteindelijk wordt die bal ook weer weggegeven. En dat is niet heel handig. Uiteindelijk beneden ruimte met Vieira. Kan Vieira de bal geven weer aan Ronaldo? Voorzet, ja, dat kan. Komt de voorzet? Nee, het is corner. Dat is de laatste, wapenfeit. Wapenfeit, dankjewel Bas. Het laatste wapenfeit van Willem II in deze eerste helft van de eerste luik in deze tweestrijd. En dan gaan we toch even kijken of het gevaarlijk kan worden. Kan hij iemand van Willem II vinden? En dat de vraag is... Nee. Nee, dan het is nee, dames en heren. Fluiten? Ik denk dat het nu gewoon tijd lijkt is. Mij? Ja, tuurlijk is het tijd. Ja. En dan gaan we met een 1-1 scoren. De rust in, Frank. Twee kutgoals. Maar ja, die tellen ook. Die tellen absoluut. En Jay weet dat. En Viri weet dat. En daarom gaan we ook even kijken naar de opstelling van Feyenoord op dit moment. Nu heeft hij Ronaldo Lima heeft hij nog op 10. En hij zat te overwegen om hem eventueel te wisselen. Maar dat gaat hij toch niet doen. Oh nee, dan nee. Ik ben benieuwd wat deze tweede helft gaat brengen. Wat denk jij, Bas? Ik verwacht veel spanning en sensatie natuurlijk. Waarom verwacht je dat? Nou, omdat het toch twee spelers van niveau zijn, weet je. Dat je komt hier niet zomaar natuurlijk, hè, om wat te doen. Je moet wel echt natuurlijk laten zien wat je in huis hebt natuurlijk. Dus ik denk natuurlijk persoonlijk dat beide ploegen dus dermate willen laten zien wat ze in huis hebben. Hele grote en natuurlijk kans ook een groot belang is voor Willem II helemaal. Om te overleven, want dan is het natuurlijk meteen klaar. Een bal. Dus zal uiteindelijk Willem II ook willen en Feyenoord ook. Dus het wordt van beide kanten wat aanvallender. En daarom verwacht ik dat er wat actie gaat komen. Ik kan je vinden in wat je zegt, Bas. Maar nu zien we toch dat Ronaldo Lima van Feyenoord weer de aanval gaat nemen. Vieira. Ronaldo Luis Nazario da Lima. Gullit. Vieira, Neymar. Fluxitron. Jay toch nu aan de aanval. Oh, wat is dit? Ik weet niet precies wat dit was. Dat was heel opmerkelijk. Oh, wow.
Magiri spent uit. Dit verdiende wel een goal. Dit was zo ongelooflijk verkeerde benen zetten, echt heel knap. De oldschool Magiri spin. Breakbackje, voorzetje, ja, deze L1. Oeh, bijna. Die L1 voorzetjes die zijn zo ongelooflijk overpowered, ja. Dat is niet normaal. Die waren eigenlijk al overpowered voor de patch, maar dat wist bijna niemand. Ja. Alleen sinds de patch. Ik gebruik hem niet, inderdaad. Ik wel. Ik gebruik alleen maar R1 schootjes. Ja. Hey, Mbappé, gaat hij weer verder? Oh, goede actie zeg, Fieri. Ronaldo Lima. Gullet. Het Ronaldo Lima, een beetje Gullet. Op en neer. Vieira. Ronaldo. Oh. Goeie turn. Ja, het is druk achterin daar. Het is een beetje dicht getimmerd. Terwijl Feyenoord nu juist op hem op attacking zit. Die zou ook wel zien dat zijn ploeg heel ver terug staat. Ja, want we hebben het natuurlijk over Fieri die punten nodig heeft. Maar ja, wat we net al zeiden, voor die top 2 zal toch ook Jay aan de bak moeten? Zeker, zeker Bas. Want Groningen is daar koploper na 3 speelrondes, dus met 9 punten. En Fortuna en Feyenoord staan beide op 6 punten. Dus die ze... Ja, maar Excelsior die is toch ook gewoon in de achtervolging. Die, ja, is, die is ook zeker om rekening mee te houden. Ja. Want Levi is natuurlijk ook gewoon een hartstikke... Ja, is zo'n goede speler. Het is een hele sterke pool. Dus als Jaden die wint, dan komt zijn tweede plek heel erg in gevaar. Oh. En als Fieri die niet wint, dan kan hij wel schudden op de playoffs. Dus er staat zoveel op het spel. No. Uiteindelijk kan hier de bal bij Ronaldo Lima komen. Fieri gaat verder. Kan hij naar Neymar komen? Oh, met geluk krijgt hij mee bij Ronaldo. Cristiano. Neymar nu. We gaan in de 65e minuut. Kan hij een actie maken? Ja. Virgil met een achtervolging. Kan hij de bal afpakken? Ja. Oh mijn god, Van Dijk. Wat een sterke verdediger is dit. Onze Nederlander. Onze rots in de branding voor Jay. En uiteindelijk gaat Marcelo dan verder. Nummertje 12. Gullet. Nummer 8. Gaan we verder. Ronaldo Lima. Kan hij de aanval weer zoeken? Cristiano Ronaldo. Natuurlijk in de spits. Vieira. Gullet. Neymar. Ik hoef niks te zeggen zo. Nee, het gaat alleen een stuk door, jongens. Ja, het is echt niet normaal. Gullet. Toch al nu naderen de 16. Oh, hier is ruimte. Hier is ruimte. Ja. Oh, wat een goal. Wat een goal. Wat een ongelooflijk knappe goal van Jay Daalhuis, dames en heren. 69e minuut. Goal van Jay. Ja, het is een knappe goal om het feit dat natuurlijk hij zijn keeper beweegt. Als hij zijn keeper laat staan, dan ja, is er geen enkele reden om natuurlijk vanaf die hoek uit te halen. Ja, ik weet niet of hij de keeper boog. Ja, zeker. Dat zag je toch? Ja, de eerste paal. Ja, nee, klopt. Jay is gewoon hem bijna door midden. Ja, is ook wel zo. Is ook wel zo. Maar ja. Ja, nee, maar dat deed hij waarschijnlijk omdat zijn keeper bewoog. Want, ja, je hebt wel gelijk. Anders was het denk ik een beetje onzin geweest om vanuit die hoek te schieten. Mm-hmm. Uiteindelijk. Maar goed, het is dus snel gereageerd van Jay. En nu zal Fieri toch al een beetje aan de bak moeten. We hebben natuurlijk nog wel een tweede leg te gaan. Die komt volgende week. Dus dat is, die wordt volgende week, absoluut. Dat wordt Bas. Zeker een interessante wel. Want daar worden natuurlijk spijkers met koppen geslagen. Of koppen absoluut. Met spijkers. Koppen met spijkers, zeker. Precies. Wat je me net wil. Hier is Modric van Willem II. Ja, je zou er toch lekkerder zo'n tweede leg in gaan met een gelijkspel in je eerste pot. Dan met de Nederlaag natuurlijk. Dat is natuurlijk logisch. Hier La Coqueta. Oh! Wordt dit een goal? Ja, dit is de 2-2. En is dit dan een aftrapglitch? Zo, we zien. We hebben dus 2 keer heel snel goals achter elkaar gezien. Ja, JD vreet zichzelf nu op, hè, op dit moment. Dat kan je echt heel mooi zien. Ja, toch opvallend inderdaad. Dat we 2 goals achter elkaar zien. 2 keer. Ja. Ja. Vind je dat niet een leuk feitje? Ja, nee, ik vind het wel een leuk feitje, Bas. Ik snap de frustratie van Jay. Want Jay speelt gewoon een hartstikke goede wedstrijd. Hij creëert kansen. En Fieri maakt mooi gebruik van de aftrapglitch. Hier op deze manier. En hij doet dat gewoon hartstikke knap. Dat doet hij gewoon echt oprecht goed. En Jay moet gewoon weer van de vooraf aan beginnen. Moet gewoon weer opnieuw opbouwen. Hard werken voor die voorsprong. Hard werken, jongens. Gullet. Neymar. Feyenoord weer in de aanval. Dit is wel een beetje het beeld dat we kennen. Oh is. Hier wordt gevoetbald. Goed geblokt ook. Virgil van Dijk. De corner staat. Kunnen we daar wat uithalen? Hier Gullit. Nee, Ronaldo is de paal. Messi. Oh, er wordt meteen een bal afgesnoept. Dat is vervelend balverlies op die positie. Gullit. Feyenoord weer rustig in balbezit. Iedereen kiest positie weer. Nu wel. Heel stabiel. 78ste nu. Dames en heren, we hebben nog iets meer dan 10 minuten voor de eerste leg van deze wedstrijd. Gaat er dan iemand aan het langste eind trekken of gaan we dan rusten met een gelijkspel? En wachten we volgende week af wat het gaat worden. Eusebio. Gullet. Mbappé. Vieira. Oh my
Hij zit al bijna. Ja, het is gewoon breien. Het is breien wachten tot je ruimte hebt. En ik snap het wel, alleen het duurt iets te lang. En daardoor gaat Fieri overnemen. Kan de bal bij Messi? Nee, de bal kan niet bij Messi komen. Eusebio op de nummer 10. Dat is een hele rare fake. Dat is een hele aparte. Hij mist de bal. Heel zonde, heel zonde. Maar oké, we gaan dus verder. Modric komt er in Team of the Year. Die heb ik nog niet gezien. Dat is de fake shot na de patch. De fake shot na de patch, tuurlijk. Nee, maar hier is ruimte hoor, jongens. Hier is heel veel ruimte. Modric speelt AZ ook mee. Modric speelt AZ ook mee, echt waar? Ja. Basis of gewoon wissel? Basis? Bizar, wist ik Volgens niet. Volgens mij wisselt ADO hem zelfs ook nog in, af en toe. Maar het is maar net wat je natuurlijk even weet, hè. Nog 5 minuten op de klok, kan Zeta nog... Ja, een voorzet? Nee, natuurlijk staat Sergio Ramos daar. En dat is waarom die Sergio Ramos op rechtsback heb. Want die wint, die komt nu wel. Dus krijgen we dan een corner? Nee, we krijgen een achterbal. 88e minuut. Kunnen we nog 1 aanval krijgen van 1 van beide heren? Ik ben heel erg benieuwd. Dat blijkt. Messi. Kom op, hey, Neymar. Neymar. Wie gaat nog wat laten zien? Gullit. Ronaldo. Oeh. Maldini. Mbappé. Neymar. Messi. Modric. Ja, nu is het toch echt... je ziet wel duidelijk wat er gebeurt. Willem II wil de laatste aanval. Dus daarom is hij gewoon nog heel erg geduldig. 2 minuten extra tijd. En nu moet hij zich wel blijven bevinden rond de 16 van Willem II. Krijgt nog maar meer geluk mee? Ja, krijgen we hem dan alsnog? Nee, heel goed verdedigd. Maar dat komt wel weer natuurlijk gewonnen. En dan is het klaar. Namens Bassie en mij, tot ziens. En we zien jullie graag volgende week met de return van Willem II Feyenoord. Jay, een gelijkspel tegen Willem II. Ik kan me voorstellen dat je daar niet helemaal tevreden mee bent. Nee, zeker niet. Het is, ik vond dat ik, natuurlijk heb meer bal bezit. Hij zakt een beetje in. En ik vind dat ik daar beter mee om moet gaan. Nou, ja, je scoort wel 2 keer, maar je krijgt er ook 2 tegen. Ik vond het wel lullig eigenlijk. Vooral die eerste ging een soort van door zijn been heen of zo, leek het wel. Maar goed, dat zit wel helemaal in het spel en daar heb je mee te leven. Ja, een belangrijke tweede wedstrijd voor jou, daar hangt veel van af. Ja, zeker. Nou, lekker. Mooi druk erop toch. En hoe ga je hem proberen te pakken? Ja, ik hou gewoon vast voorlopig aan hetzelfde. Ik bedoel, je scoort ook 2 keer. Het is gewoon zaak dat je het achterin wat meer dicht houdt. En als we een rebound minder krijgen bijvoorbeeld, dan win je hem net wel. Dus ik vond dat ik prima had gespeeld. Ik vond hem ook gewoon prima. Dus ja, het lag dicht bij elkaar en hebben we nog een pot inderdaad. Goeie eerste wedstrijd, denk ik. Jawel, 2-2 tegen Feyenoord. Hele goede speler. Dus goede resultaat er. Ja, nu moet je het eens een keer gaan verzilveren. Ja, ik moet mezelf gewoon belonen eigenlijk. Dus elke wedstrijd zo hele close potjes en dan op het laatste geef ik het weg. Dus ik hoop dat ik mezelf kan belonen nu. En hoe ga je dat proberen te doen? Ja, ik ga gewoon mijn eigen spel spelen. Hopen dat ik verdedigend wat sterker sta, ook na de kick-off. En dan moet het goed komen. Ja, dan hou je deze pool nog extra spannend ook. Ja, klopt. Het is voor mij niet meer zo spannend. Maar voor de bovenste 4 is het wel heel spannend. Als ik win, ligt het helemaal weer open voor hun. Dus ik ga mijn best doen. Basic Fit. KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie.